Ik sta 's ochtends altijd bij de deur en je ziet het soms gewoon al voordat ze de school binnenkomen. Even het gesprek aan of even de leerkracht waarschuwen van die kwam zo boos de school binnen of heb er even aandacht voor. Vanochtend komt er een moeder die heeft donderdag een operatie gehad. Is de operatie gegaan, is goed verlopen. Kleine dingen, aandacht voor mensen is gewoon ontzettend belangrijk. En dat voelen ze gewoon en dat betekent ook dat ze weten dat ze bij mij terecht kunnen. Thema's die worden bepaald aan de hand van de verhalen waar kinderen mee komen. Bijvoorbeeld nooit twee dezelfde werkjes van kinderen of zo. Dat komt niet voor, want iedereen heeft zijn eigen verhaal en iedereen heeft daarbij ook zijn eigen verwerking en doet dat helemaal op zijn eigen manier. Ze komen van overal over de wereld. Heel vaak verhalen komen ook over van ja, ik ben van daar naar daar gevlogen en zo. Dus ja, bij de kleuters, ene kleutergroep is op dit moment vliegen en vliegtuig en dat soort dingen is een duidelijk thema. Alles is gericht op het welbevinden van kinderen en we kunnen er ook niet omheen, want elk kind hier, daar hangt een verhaal aan. Handen kan je op je knieën leggen of in je schoot. En je ogen houd je schuin voor je op de grond of je doet ze dicht. Je mag zelf kiezen wat jij fijn vindt. Een gevleugelde uitspraak is hier van het gaat elke dag regenen. Dat kan gewoon zijn dat ze met verschrikkelijke problemen 's ochtends al van huis gaan en hier aankomen en helemaal in de war zijn, waar we gelijk op in moeten spelen. Ja, maar het kan ook zijn dat ze net weer vreselijke verhalen hebben gehoord van hun familie uit Syrië of waar dan ook vandaan. Zeg maar. En ja, dat komt elke dag je school binnen. Al mijn collega's zijn daarop ingesteld. Van, er kan elk moment van de dag kan er iets zijn met een kind. Als een kind zich niet goed voelt, heeft het ook geen nut om het onderwijs te geven, want het komt niet binnen. Dus je moet aan de onderkant zorgen dat het voor dat kind goed gaat. Dat het gevoel heeft van ik ben veilig en ik heb een veilige plek. En dan is de basis gelegd voor onderwijs en dat een kind ook wat in zich op kan nemen. Ik vraag altijd aan het kind. En dan zeg ik, goh, ik zie dat je vaak ruzie hebt. Of ik zie je vaak op de gang zitten. Of ik zie je vaak alleen zitten buiten. Zou je het fijn vinden om daar eens over te praten met mij? En bijna altijd zeggen kinderen, ja, dat wil ik wel. Ze hebben allemaal ontzettend behoefte aan een beetje aandacht. Dat iemand ze ziet en naar ze luistert. Daar begint het mee. Het is gewoon leuk in de klas. Maar er zijn soms problemen, dat lossen we op. We doen bijvoorbeeld een vergadering. De gele, dat compliment. Omdat mensen zeggen, die heeft mij geholpen. Die heeft heel vriendelijk tegen mij doen. Ik heb wel eens ruzie gehad met iemand, was ik al verdrietig. En toen moest ik samen met diegene even nikken en toen had ik uitgepraat. Als je naar twee kanten van een verhaal luistert, dan kan je ook een beetje horen wat er misschien mis is gegaan. Ik wil een dokter worden, maar ja, ze zegt als je dokter wil worden, dan moet je beter gedrag hebben en zo. Zo was er bijvoorbeeld vorig jaar een jongen in groep 7. Maar naarmate hij langer op school was, werd zijn gedrag steeds slechter. En langzaamaan vertelde hij dat zijn ouders heel hoog opgeleid zijn en nu hier dus eigenlijk als vluchteling, die papieren zijn allemaal niet geldig. Dus ineens hebben ze alles achter zich gelaten en die kinderen zijn natuurlijk nu degene waar de verwachting op ligt. En hij zei ook van ja, ik vind taal heel moeilijk, dus hij kan eigenlijk voor zijn gevoel de verwachtingen niet waarmaken. Want in de klas kom je nooit op het diepere verhaal. Op het moment dat ze een vertrouwensband opbouwen met zo'n kindercoach, dat ze na 3 of 4 gesprekken toch met dat verhaal komen. Ja, en dan schrik je je wezenloos, ja, van wat er allemaal speelt in die gezinnen of bij dat kind zelf. Het is zo belangrijk dat we dat nu weten en dat we daar over in gesprek kunnen gaan. Waardoor ze toch rustiger worden, waardoor je gezichten ziet veranderen die
altijd gespannen hebben gestaan en die dan opeens een soort ontspanning krijgen. Je tilt de berg weer op en zet hem op zijn eigen plek. En je wordt langzaam weer jezelf. Maar je blijft de stevigheid van die berg in jezelf voelen. Jij kunt dus helemaal blij door de docenten, directeur, allemaal. Je ziet wel de vrolijkheid. Het is hun tweede huis. Ik kom zelf uit Noord-Brabant. Daar is heel anders. Hier is heel anders. Ik wil net thuis zitten. Zo snel mogelijk vrienden maken. Ik vind het leuk om te hier werken. Dus ik hou van kinderen. Als maar iets nodig is in de klas, zeg maar, helpen. Dat is ook veiligheid, hè? Dat het duidelijk is. Zo gaan we hier met elkaar om. Zo doen wij het hier. Zeg ik ook wel eens tegen de kinderen, ja, ik ben wel streng. Dan zeggen ze, nee hoor, zo ervaren jullie het niet. Omdat je gewoon allemaal weet, ja, bij haar moet je dat of dat niet doen. Ik heb vorig jaar eentje afgeleverd naar het voortgezet onderwijs. En echt een hele moeilijke jongen. Individuele hulp op gehad. Hele gesprekken met die vader gehad. En die was altijd maar boos op school. En elke keer weer benadrukt van, ja, maar opvoeden doen we samen. Ja, we zorgen er samen voor dat hij gelukkig naar het voortgezet onderwijs gaat. De laatste weken kwam hij naar me toe en het is goed gegaan, hè? Ja, ik zei, het is goed gegaan. Ja, dus, hebben we samen gedaan, hè? Ik zei, ja, hebben we samen gedaan. Sterren uitdelen. We zijn vriendelijk in het leven. We helpen elkaar. Houden rekening met elkaar. We houden rekening met elkaar. Netjes met de materialen omgaan. En dan gaat de voorzitter zeggen, wie stemt op diegene? En als je bijvoorbeeld je vinger opsteekt, dan ga je op hem stemmen. Ja, die is het beste in helpen, omdat hij mij vanochtend had geholpen. Ja, heel goed. Want dan weet jij dat hij iets doet voor het geloof van de klas.